Wacht. Ja. Yes. Oké, jongens, dit is dus de beslissende partij. Het match tussen Apeldoorn 2 en de La Rieboom gebied number 1. En, ja... Natuurlijk paard geen. Ronnie Nep. Met moest zwart. Toch spelen. Eigenlijk zou hij niet spelen, maar hij was echt... Dat ik baalde ook die zwart had. Kun je wel zien. Dat is wel bepaald. Kijk eens naar deze sterk. En hij staat eigenlijk ontzettend gekrapt dat F6 moeten doen om in godsnaam het paard E5 maar eruit te halen. En hij staat waanzinnig onder druk. Ik weet niet precies hoe wit hier nou het precies moet hij nou het paard A4 daar het zwart moeten maken. Zou misschien een goede zet, ja. Zou misschien best een aardige zet zijn. Maar hij besluit het paard G1. Nou, dat is niet te geloven. Kom je op. Hij speelt paard G1. Hé? Ja, paard G1? Terug? Ja. Nou, dat is niet te geloven. Ja, zelfs Angela, jij zou het zelfs niet spelen. Ja, zei jij. Angela had het zeker niet gespeeld. Angela had alweer bedacht dat je ook terug kon naar het paard. Dat is niet te geloven. Dat is niet te geloven. Maar, dus ja, straks op het internet. Nu snap ik dat Ron deze partij heeft gewonnen. En toen sloeg Ron meteen op C3. Eigenlijk was het 3, Torm was het 3. Speelde A6. Ja? Ja, dan werd hij geslagen. Je voelt daar niet beter een beetje op je eigen partij. Ja, paard 1-2. Oké, dit heeft nog steeds misschien wel een klein plusje. Maar Oh ja, jongens, even voor de duidelijkheid. Niek verloor zijn partij. De stelling is maar de partij van Ron, die heeft hij heel goed door. Ja, ik heb hem behoorlijk gevolgd. Ik stond zo goed, ik kon het makkelijk doen. Ja, dit heeft zo zwart moeiteloos uitgespeeld. Ron, we zijn trots op je. Ja, Ron was echt goed bezig. Even proost op Ron, jongens. Deze loper ontwikkelen, even maar dan is er niks meer aan de hand. Precies, dat is het enige. We lopen even 7 en... Nee. Proost op Ron, jongens. G5. Niek! G5 is er ook nog bij. Proost. Op Ronnie boy. Moet je nog een biertje? Ron heeft die rol 4-4 binnengehaald. Proost. Man, die rol. Ja, maar cheers. Ligt ook heel erg voor de hand. Dat is wel mooi, hoor. Hij dacht... Hij zat te schaken, hij dacht dat ze tegen zo'n 1600. Wat voor rating had hij dan? Wat had hij dan? 2005 of zo. Ja. Dat was wel een hele goede spreker. Gewoon gelijkwaardig. Maar hij dacht aan het spel te zien dat hij 1600 had. Ja, maar in de fase hierna denk ik. Oh mijn god. Als die tegenstander die filmpje ziet. Oh, wat erg. Het is echt heel erg. Ja, ze kunnen ons toch niet meenemen. Ja, dat is wel... We dachten eigenlijk dat het toch wel een sollicitatie was naar een hele vette snelle nul. En toen zei ik tegen Ron... En misschien dacht hij na 9 zetten ook wel, want jij 1600 was. En toen zei Ron... Nee, ik ben een bekende speler. Wat een geweldig. Dit is het meeste resultaat. Ja, dat was in 1982. Ja, ik vond het mooi. Ja. Dit wordt een geweldig filmpje. Ja, laten we nog even draaien. Die weet ik op nog iets leuks, hè? Ja, laten we draaien. Ja, stoppen we dan maar. Hè? Ja, is goed. Heb je nog wat te vertellen? Ik wil niet meer geciteerd worden. Nee? Oké, jongens. We love Ron. We love Ron. Yay!